Welkom bij Klein. Ik heb vandaag een lekker grote tv meegenomen. Het is van Sony, de 42W805B, model 2014. Wat levert Sony allemaal mee met die W805B? Nou, uiteraard de televisie en natuurlijk de steun met de nodige schroeven om de boel vast te maken. Afstandsbediening doen ze erbij, natuurlijk met batterijen compleet. Dan zit erbij de bevestiging voor als je de voet als muurbeugel wil gebruiken, met de benodigde schroeven en instructies. Er zitten vier passieve 3D brillen bij. Dit is de 42 inch versie, gebruikt een paneel met passieve 3D techniek. Als je voor de 50 inch versie zou gaan, dan gebruik je RF 3D brillen, de actieve 3D brillen. Dus de 50 inch heeft een ander panel dan de 42. Handleiding en het stripje om je kabels te bundelen. Voedingsadapter, als ik die er nu uithaal, dan valt de tv uit, maar die zit er ook bij uiteraard. Ja, en de voedingskabel om op het net aan te sluiten. Dit is wat Sony meelevert als je voor deze W805 gaat. Qua specificaties heeft Sony ook wel uitgepakt met deze W805. Nou, hij is dus 3D. Passief 3D met de standaardbrillen, gepolariseerde techniek voor de 42 inch versie. De 50 inch versie heeft actief 3D, de knipperbrillen zitten er als het ware bij. En knipperbrillen moet je niet te letterlijk nemen, je ziet niks knipperen of flikkeren. Gewoon mooi, rustig, goed 3D bril. De tv beschikt over 400 XR Motion Flow. En dat zorgt ervoor dat de bewegingen mooi vloeiend en super scherp zijn. Wanneer je iets door het beeld laat schieten met bijvoorbeeld sport, dan heeft zo'n LCD LED tv daar moeite mee om dat scherp weer te geven. Nou, niet Sony's Motion Flow toestellen, want met Motion Flow in dit geval 400 is alles ragscherp hoe snel het ook beweegt. Dus wat dat betreft kan je met alle gerust deze tv uitzoeken als je een goede tv wil, ook voor sportbeelden. Nou, is natuurlijk tot de nok toe afgeladen met Smart TV. Er zit een mooie aluminium lijst omheen, lekker stevig, lekker minimalistisch qua design. Niet zo'n schreeuwerig bling bling ding, maar gewoon mooi, goede, rustige lijst die niet opvalt. De smart technologieën, daar moet je een mediaspeler bij rekenen. Vanaf USB kan je films en muziek en foto's afspelen. Natuurlijk kan de tv dat ook draadloos, want er zit wifi ingebouwd, dus je kan hem in je netwerk hangen. En dan kan hij dus als het ware gewoon via je netwerk de boel binnenladen. Nou, de tv zit natuurlijk ook qua apps vol met smart techniek. Je kan films huren, je kan er Netflix op kijken, je hebt de mogelijkheid tot webbrowsing, dat alles. En als je dan ook nog de app downloadt op je smartphone of op je Xperia tablet, dan kan je hem helemaal bedienen met je smartphone of met je tablet. Moet je iets typen met je smart, dan wordt je tablet je toetsenbord. Geluid, 2x5 watt, plenty. Is niet het meeste qua wattage, maar ja, hoeft ook niet. Het geluid in een platte tv is toch nooit top. Dus of dat het nou 5 of 10 of 15 watt is, lekker belangrijk. Als je goed geluid wil kopen in een home cinema set, het geluid wat hierin is, is in ieder geval wel helder. En op alle volumes goed te verstaan, want de tv is wat dikker, wat je geluid een goede klankkast geeft.